Wij zijn hier naartoe gekomen en in de verwachting dat we een vellig en fanatieke Sparta tegen zouden komen. We hadden verwacht dat ze vanaf het begin er gelijk bovenop zouden zitten. Nou, dat deden ze dus niet. Dan krijgen ze aan het begin van de wedstrijd toch een behoorlijke kans om op 1-0 te komen. Dan daaruit voortvloeiend scoort Lenski de 0-1. Nou, oké, dan spelen we het toch een beetje onrustig uit. Eigenlijk als we daar rustiger in hadden gebleven om de vrije man te zoeken, had dat beter uitgekomen, denk ik. Nou, dan krijgt Sparta vlak voor tijd, of voor rust, krijgen ze nog een penalty. Ja, die wordt dan gemist door dat Vorm die fantastisch pakt. En ik weet niet of het er één was. Dat zou ik nou moeten, of terug moeten zien. Nou, in de rust, dan geven wij ook aan van luister, ze zullen er nog wel fanatieker tegenaan gaan. Maar dan scoor je gelukkig de 0-2. En daarna denk ik dat we de wedstrijd gewoon heel rustig uitspelen en de 0-3 nog binnen schieten. Hartelijk dank. Misschien wil iemand heel even hier op de televisie drukken voor het gewone. Ja, dan graag Sparta-trainer Adamos. Ik vond dat we goed aan de wedstrijd begonnen. We krijgen over die 45 minuten krijgen we 3 kansen. Duplan moet scoren. Adelaï moet ook scoren met de kop. Ik vond dat het behoorlijk stond op het middenveld. En als je tegen Utrecht in de thuiswedstrijd 3 kansen krijgt, dan moet je er zeker 1 of 2 maken. De doodsteek kwam, we kenden dat middenveld. Mertens met Vlasblom, dat stond goed. Silberbouwer, dat stond ook aardig. Maar het is duidelijk, mijn favoriete speler is Lenski. Die komt 3-4 keer, heb ik gezien, in wedstrijden komt hij met steekballen. En als hij komt, komt hij voor 100%. Dat wist mijn speler ook. Dus in die wedstrijden moet je ook 3 keer, 4 keer 100% meegaan. En dan zie je de gewoonte dat we kijken achterom naar Adelaï of naar Viergever. In dit geval, dat gaat gewoon niet. Moulenka komt vaak naar binnen toe. En Adelaï staat met Wolfswinkel. Dus je moet dan 100% meegaan, niet half. En dat is een probleem wat ons opbreekt. En dan krijg je die penalty die Poupon zelf forceert. We gaan dan wat trucjes uithalen om het wat moeilijker te maken. Door Dennenboom naar rechts te zetten, Duplan naar links. Goede steekbal van Duplan. Poupon gaat erop door op eigen kracht. Ja. Dan kun je 2 dingen doen. Poupon is de 2e man na Knol. Knol is er dan niet. En Poupon benut alle strafschoppen. Dat betekent dat je staat achter met 1-0. Nou, dit is weer een goal die je dan tegenkrijgt voor de mentale situatie. En in onze situatie is dat natuurlijk dodelijk. Hè? Dan moet je een goal maken. Uit de makkelijkste situatie in het voetbal is toch een penalty. Dan zie je dat niet gebeurt. Ja, dan zie je toch ook dat de kopjes dan naar beneden toe gaan in de rust. Je probeert dat dan op te lossen. Hè? Je probeert te praten tegen de jongens. Maar iedereen die in het voetballerij zit, die weet dat als je die kansen gecreëerd hebt, heeft dat energie gekost. Hè? Met die warmte vandaag ook, die kansen creëren. En je weet gewoon dat het middenveld, hè, dat het van hun het sterkste gedeelte is. Met Silberbouwer, Mertens. Afwisselen met Azaren die dan tussen de linies gaat spelen, daar hebben wij moeite mee. En wij zitten natuurlijk ook op dat middenveld niet in onze sterkste bezetting. Maar met allerlei noodverbanden probeer je dat op te lossen. We blijven voor Vlasblom, we hebben toch een speler erbij. Dat is toch een jongetje wat op een man kan spelen en dat consequent doet. Trekt zijn voetje niet terug, gaf gelijk al een signaaltje naar de rest. En ik vond dat ook die andere mensen dat een beetje beter oppikten door hem. Dat had ik al gezien in de trainingen. Sander is goed ingevallen van Gessel. Er is ook een speler daarbij. Het elftal gaat zich dan toch een klein beetje vormen. Zoals ik het in mijn hoofd heb zitten. En als Strootman erbij komt. En dan is nu duidelijk dat Duplan onze allerbeste speler is. Die is een voorbeeld voor de hele groep. Die bouwt op. Die geeft voorzetten. Die kapt links en rechts tegenstanders uit. Hij heeft gescoord tegen Heracles. Was ongelukkig de eerste helft. Maar dat is wel een van de spelers die nu het voorbeeld is voor de rest. Poupon doet zijn werk. Doet soms iets te veel. Nou, ik denk dat op links nu Joshua John toch ook een vaste waarde gaat worden. En met Strootman krijgen we een ander middenveld. Daar ben ik van overtuigd. En dan moet het in de na-competitie gebeuren. Ja,